Jongens van YouTubers en welkom weer bij een nieuwe video van Layers of Fear. En we zijn vandaag bij deel 3 aangekomen. We zijn hier geëindigd met dat creepy baby shit ding. En als je kijkt links, ja, we zijn nu met 2 camera's. Zoals, ja, normaal gezien. Ja, normaal gezien. Dus waarschijnlijk gaan we altijd proberen op de server en zo. Maar oké, okay, we gaan direct door met het spel. Waar zijn we nu? Allemaal baby's, hè? Wat is dat toch? Allemaal. Huh! Voilà! Uh-oh. Ik durf niet achter mij te kijken, want ik heb het spel nu al een paar keer gespeeld en. Ah! Crazy mensen. Ah, wat nu? Oh man, dat beweegt. Kan ik er nog altijd niet voorbij? Huh? Huh? Wat de hel ben ik? Huh? Oh, ik hou niet van poppen. Al die poppen. Stamelig is toch wel het eindste stuk tot nu toe. Zeg. Van waar al die baby's, jongen? Het is toch een kunstenaar in een baby zitten? Van nu? Oh oh, wat is dat? Ik ga erin, ja. Oké, bereid u voor. Bereid u voor. Jonge mensen, zet de hele volume maar wat zachter, want oh my god, jongens. Dit is echt de engste scène. Wacht, we zijn nu terug hier, of wat? Nee, het is nog altijd niet gedaan. Amai, kunnen we op de kamer. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me. Embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you he really lusted for. Ik zweer het. Oh! Nee, come on. Ik ben weg. Nee, ik ga hier naartoe. Nee, dat moet nog net. Wow. Oh nee, een kind. Oh nee, dat is weer een kinderkamer. Ik moet wel zeggen dat dit er wel wat plezanter uitziet. Ah, hier moet die sleutel op. Ja, dat was het.
Hallo. Oh, daar gaat iemand staan, hè. Mensen, dit spel is echt. Echt waar, ik wil van die baby shit af, man. Maar de deur is op slot, wat moet ik nu doen? Ah, je ligt nog niet. This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. Too hard. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Oh. Oh. You want a game, alsjeblieft, stop met die babies. Oh, nu zijn we terug hier. Echt waar, is dat schilderij me al bekend af? Wat wordt dat er? Oh, hij wordt een skelet precies. Ah, nu is er nog iets. Nu zijn er nog. Ik denk hè, dat ik hier nog twee keer ga moeten terugkomen. Dan gaan die kast en die kast open zijn. Ah ja. Ja, want die twee dingen heb ik al gevonden. Die heb ik al allemaal gevonden, die dingen. Ja, kijk, die heb ik gevonden, daar heb ik gevonden, daar en daar. Nog... Ja, dat haar heb ik net gevonden. Ik heb het, ik denk het wel, maar als ik moet er nog twee keer komen. Dus ja, mensen, ik weet niet hoe, of er nog een vierde aflevering komt, we zullen zien. Alles. Er veranderen wel dingen. Ja. Terwijl dat ik gewoon een blok omloop. Hola. Oh. Hola. Oh man, is het op een schommelpaard. Shit. Je lamp aan, joh. Oh, come on. Oh. Time. No time yet. Weer zo'n gang. Hola! Oh nee. Nee, niet meer gaan. Moet er naartoe gaan. Oh. Nee, die. Nee, dat komt er niet goed. Komt er niet. Dat
channel. Oké. Okay. Dan was dat de eerste keer dat ik die tegenkwam. Dat is precies dat ik die... Dat is precies dat ik die moet volgen. Oké, nou... Zie wat de fuck die wacht ook op mij. Wie wil hem erop letten, hè? Ja, nu is hem weer weg. Ah. What the fuck? Waarom doen ze dat, hè? Ja, man, zijn smal... Zijn zo'n smalle kant. Dit is niet fijn, man. Hier, die loopt er echt gewoon. Dat is toen beest, dat zweert alles naar beneden. Nu kan ik hier waarschijnlijk niet door. Ja. Ah, hier ligt wel iets. Dog, cat, rat. What the fuck? Kut vind ik dat veel in. Oh man, ik word zot, jongen, what the fuck. Dat geluid, als dat op vol volume staat, hè. Oh, ja, daar hebben we een rat. Is dat een rat weer? Oh man, dit is creepy. Baby's, rat. Ja. Het zag er al zo onstabiel uit. Oh man, hoe is deze? Wat? Ah, jongen. Zeker wat dat schilderij, man. Wow. Lekker, hè? Jezus, in een stad hier. Wat? What the fuck? Oh jongen. Hey. Voilà. We sturen. Maar we staan allemaal in. Zullen we maar niet... Ja, dat moet daarop gaan. Dat moet op dat... Die hendel die je hebt, moet op dat machine gaan, denk ik. Ah ja. Oké. Dat is wel chic als je een lift in je huis hebt. Ja, zeker in zo'n groot huis. Oké, nu gaan we eens naar boven. Okay, come on. Voilà. Is zo aan het trillen. En we hangen vast. We zijn eens bovenuit dan. We zitten vast.
Dit is echt. Kijk eens boven nu, je kunt er niet uit daar. Ik hoor voetstappen. Oh, er is iemand. Oh, er is iemand. Nee, die komt toch niet. Nee. Oh, nee. Nee. Die komt er gezellig bij. Dat was de Tower of Terror, precies. Oh, you. Voilà. Daar gaan we niet naar binnen. Maar het is weer dat kantoor van aflevering 1, hè. Oké, mensen, we hebben het oplossing gevonden. Het is wel een heel opvallend boek. Daar staat de telefoon. Talk to me! Why won't you talk to me? Ja, wat moet ik nu doen? Ik weet het. Er stond een nummer op dat schilderij. Ah. 636 of zo. Ja, daar, of niet op dat papiertje. Ah ja. Echt, 363. 3. 6. 3. Ik begin ten eerste iemand te janken. Zie thuis, hè. Ah, ik heb een vinger gevonden. Misschien zijn we niet weer bij het schilderij. Ja. Ja, oké, dan is dit weer de aflevering, mensen. Ja. We gaan nog even doen. Wat moet dat gaan worden? Een babyface. Ah, een vrouw. Je ziet er toch bekend klaar uit. En kijk, zoals je ziet, nog één kast. Een vinger, man. Ja. Die nog één kast te roken en dan denk ik dat we klaar zijn. En die kist misschien nog. Oh, laat maar. Okay. Ja, mensen, ondertussen is dat hier ook allemaal gesmolten. Dat is hier gewoon een chocoladehuis. Maar ja, wat ziet de video? Het was echt een fucking enge video. Het was de engste tot nu toe. Dus ja, ik heb nu ook de hele tijd met een volledige volume gespeeld. Dus natuurlijk komt het ook daardoor. Maar ons prachtig schilderij is bekend klaar. Maar dit was de video. Like en abonneer. En ciao. Laat eens.